Dit is de GNU Velvet. De GNU Velvet is een boordje met een twinvorm. Voor en de achterkant precies hetzelfde, dus je kan makkelijk twee kantjes ermee oprijden. Zoals je kunt zien is het bord uitgevoerd met een hybride shape. En die hybride shape heeft tussen de voeten de rocker eigenlijk dominant. Daardoor zie je dat hij eigenlijk een beetje hol loopt. Ga je hierop staan, dan krijg je dat je de spanning voornamelijk tussen je voeten hebt zitten. Dus in de uiteinden zit niet heel veel spanning als die plat ligt. Op het moment dat je hem op zijn kant gaat zetten, dan wordt die spanning pas meer over zijn hele kant verdeeld. En gaat hij wat meer zijn grip pakken en zijn bochtenwerk wat makkelijker doen. Dit zorgt er ook voor, omdat er dus minder spanning in die uiteinden zit, dat hij dus relatief makkelijk naar zijn kant te krijgen is. Dus het is een heel wendbaar, heel makkelijk te sturen boord. Zijn stijfheid is ook niet de hoogste, dus dat zal in samenwerking met die vorm ervoor zorgen dat het boord heel makkelijk te sturen en heel makkelijk te draaien is. Dus eigenlijk een heel vriendelijk boord is. Ondanks dat hij dus niet zoveel stijfheid heeft, moet je natuurlijk wel een beetje grip blijven houden, want als er iets vervelend is, is als het boord de hele tijd uit zijn bocht wil glijden. Nou, om dat wat te voorkomen, hebben ze dit boord uitgevoerd met de zogenaamde Mackin Traction. Dat is de gegolfde staalkant. Die gegolfde staalkant die zorgt ervoor dat als je het boord op zijn kant zet en het is wat harder, het is wat ijziger, dat die staalkant gewoon goed zijn grip blijft pakken en het boord gewoon lekker in de bocht blijft snijden. Wat voor de rest nog uniek is aan dit boord, is dat hij een zogenaamde asymmetrische vorm heeft. Dit boord is uitgevoerd met een specifieke hielzijde. Dat kan je ook op het boord zien. Heels hier. De reden waarom ze dat gedaan hebben, is dat er een verschil is tussen het maken van een bocht over je hielen en je bocht over je tenen. Als je een bocht over je tenen maakt, heb je de hefboom van je voet. Dus kan je wat meer kracht genereren en kan je de kracht wat makkelijker boven je staalkant krijgen. Bij een bocht over je hielen is dat minder het geval. Ze hebben bij dit boord de hielzijde wat aangepast, om dat verschil tussen die twee bochten kleiner te maken. Dus ook je hielzijdebocht gaat een stukje vloeiender, een stukje makkelijker, net als bij je teenzijde. Ik had het net al even over de stijfheid van het boord. Het is niet het stugste boord op het rijtje, dus hiermee kan je eigenlijk al relatief makkelijk starten. Een lichtgevorderde rijder die kan hier eigenlijk al goed mee uit de voeten. Hoe zit het met groeimogelijkheid? Nou, je kan wel doorgroeien tot een vergevorderde rijder, zeker op het gebied van lekker pistes cruisen en hier en daar misschien een klein freestyle dingetje proberen. Ga je echt wat meer snelheid maken, dus echt wat meer richting de expertkant, dan zal je merken dat vooral de stijfheid van het boordje een beetje tegen gaat werken. Want hij wordt gewoon een stuk nerveuzer. Hij heeft gewoon minder stabiliteit in zich. Wie kan hier lekker mee snowboarden? Wie heeft hier het meeste plezier mee? Zoals ik net al zei, het is niet een heel stijf boord. Snowboarders die inderdaad zeggen van joh, we gaan lekker het gebied rond. We cruisen alle pistes. We maken lekker wat bochtjes. Af en toe proberen we eens een keer een freestyle dingetje. Gaan we een keertje wat verse sneeuw pakken aan de zijkant van de piste daarnaast. Dat vindt hij allemaal perfect. Vindt hij allemaal leuk. Ga je wat meer echt aan de freestyle kant zitten. Ook daarin zal hij zeker goed presteren. Het is een vriendelijk boord. Hij heeft een hoop ruimte voor foutjes. Dus zeker als je zegt van ik wil wat meer freestyle dingetjes gaan proberen. Gaan oefenen. Kijken wat ik kan. Een beetje die skills wat verder uitbreiden. Dan zal hij die er zeker heel erg veel ruimte in geven. En zeker heel erg mee gaan helpen. Ga je wat meer aan die all-mountain kant die snelheid echt wat meer opvoeren. Dus ga je echt wat meer tempo rijden. Wil je echt wat meer doortrappen om het zo maar even te zeggen. Dan zal je wel gaan merken dat het boord gewoon simpelweg niet stijf genoeg is. En daar laat hij wel het een en ander liggen. Dus dan zal je er uitgegroeid zijn als je dat wat meer wil gaan doen.